Het is Intel gelukt om een volledige Windows-computer te proppen in het formaat van een gemiddelde snoepreep. Ja, dat is natuurlijk behoorlijk indrukwekkend. Hij draagt de naam ComputeStick, hij kost 170 euro en wordt geleverd in een klein doosje... ...samen met een stroomadapter, een USB-kabeltje en een HDMI-verlengkabeltje. Ook is er nog een snelstartgids en een code voor één jaar gratis McAfee antivirus. Met alleen het stokje kun je nog niks. Je moet hem met zijn HDMI-plug aansluiten op een televisie of monitor... En dan moet je nog voor stroom zorgen via de meegeleverde adapter of direct via de tv of monitor met een vrije usb-poort. Uh, daarna moet je Windows installeren en dat kan niet draadloos via bluetooth. Dus je moet een bekabelde muis en toetsenbord gebruiken. En dan merk je gelijk dat één usb-poort van dit formaat wat te weinig is. Dus dan heb je ook nog een usb-hubje nodig of je moet heel handig zijn met enkel het toetsenbord. Nadat Windows is geïnstalleerd, blijkt al snel dat apps in de tegenomgeving niet werken. Zelfs standaard apps starten niet op. En ze blijven gewoon continu hangen. En wat ik nog het ergste vind, is dat de oplossing helemaal niet voor de hand ligt. Wij vonden de oplossing uiteindelijk in een Intel-forum van gebruikers met dezelfde problemen. Intel had een patch gemaakt en zelfs het installeren van de patch ging niet zonder irritaties. Uiteindelijk is het gelukt door de stappen te volgen van een medegebruiker. Maar de manier van Intel werkte niet. Nou, dat verwacht je natuurlijk niet van een Intel-product voor consumenten. Uh, wanneer de installatie eindelijk is gelukt, dan kun je aan de slag met de compute stick. En als je dan net als wij uh, de stick in je televisie hebt zitten, dan is het zeker aan te raden om de Bluetooth-muis en toetsenbord te gebruiken. Uh, dan heb je geen last van uh, tekorte USB-kabels en bedien je de stick vanaf je comfortabele bank. We hebben een aantal activiteiten geprobeerd en uh, met de ene hadden we meer succes dan met de andere. Browsen ging uh, verbazenwekkend soepel, websites stonden zich zonder problemen en scrollen gaat zonder vertraging. Met gamen hadden we minder succes. Vooral met 3D-games heeft de stick moeite. En dan gaat het niet om de zwaarste games. Uh, denk aan Quake Live en Asphalt 8. Heel Spartan Assault leek goed te werken, maar daar bleef het uh, Bluetooth-toetsenbord telkens hangen. Ja, van dat laatste durven we niet te zeggen of het aan de stick ligt. Misschien is het een ander softwareprobleem. Office-applicaties zoals het gratis LibreOffice en de webversies van Word en Excel werken goed. Al liep LibreOffice soms wat achter, waardoor tekens die we intoetsten later verschenen op het scherm. streamen via YouTube en Netflix dat ging goed tot en met Full HD. Na de installatie van diverse programma's merkten we al snel dat de opslagruimte zeer beperkt is, met 32 GB. We hadden niet eens zoveel apps geïnstalleerd en Windows kwam al met de melding dat er ruimte moest worden vrijgemaakt. Gelukkig kan je een en ander oplossen door een geheugenkaartje te plaatsen, net zoals je zou doen met je smartphone of tablet. En dan nu de conclusie. Intel beweert dat de stick plug and play is. Hij zou dus direct vanuit de doos bruikbaar moeten zijn, maar dat is niet het geval. Sowieso moet je Windows installeren en updaten, maar het ergste is nog dat je de stick zelf op een omslachtige manier handmatig moet updaten. Maar als dat is gelukt heb je een computer op snoepreef formaat met veel mogelijkheden. Maar deze worden wel beperkt omdat de Compute Stick dezelfde prestaties heeft als een budget laptop. Wil je nou meer weten over deze Compute Kijk dan op onze website.